Een groep van onderofficieren van het ministerie van Defensie heeft vandaag hun certificaat in ontvangst genomen na de training voor trainers succesvol te hebben afgerond. De training is verzorgd door twee Nederlandse officieren en vloeit voort uit het Macandra-project, een overeenkomst tussen Nederland en Suriname. De onderofficieren werden getraind om beter te fungeren als trainers en leiders. Volgens Defensieminister Krishna Mathura is dit trainingstraject het perfect voorbeeld van het investeren in leiderschap. In het beleidsplan van het ministerie staat immers opgenomen dat er gewerkt wordt aan het duurzaam ontwikkelen van leiderschap. In het jaar 2021 tekenden de ministers van Defensie van Suriname en Nederland een overeenkomst om elkaar op defensiegebied te blijven ondersteunen. Dit is het resultaat van samenwerken. Het resultaat van willen ondersteunen. Het resultaat om te willen denken over de toekomst van onze defensieorganisaties. Het resultaat van willen. Het resultaat om te willen bijdragen aan een professionele organisatie, een professionele defensieorganisatie die moet beschermen en die moet ondersteunen. Dit is het resultaat daarvan. En 2,5 jaar terug, toen ik hier op het ministerie kwam, hebben we inderdaad gesprekken gevoerd. Wat willen we met onze defensieorganisatie? Wat willen we met ons nationaal leger? De ambassadeur van Nederland in Suriname, Henk van der Zwan, stelt dat in de training feedback geven en ontvangen centraal stond. Alleen op zo'n manier kan er in de toekomst omgegaan worden met potentiële veranderingen in de krijgsmacht, zegt hij. Luitenant-kolonel Justus Hewaki kon zich ook helemaal terugvinden in deze stelling en voegde eraan toe dat de trainingen vanuit het buitenlands oogpunt zijn gegeven. Dit zal ervoor zorgen dat de onderofficiers op alles werden voorbereid. Het is ook duurzaam, omdat de opleiding uitdagend was. Theorie wordt meteen in praktijk gebracht tegenover collega-cursisten die ook feedback ontvangen. Via oefenlessen bekwamen de cursisten zich in didactische vaardigheden, waarbij de terugkoppeling, de feedback, rechtstreeks uit de klas, uit de groep van de cursisten kwam. En dat is de kern. Omgaan met feedback. Daar het goede uithalen voor jezelf, om daarvan te leren en je professioneel te verbeteren, dat is wat centraal stond in deze cursus. Om je heen kijkend en kijk hoe anderen zijn. Ken je plaats, weet hoeveel je weet en hoeveel je kan. Overschat jezelf niet, maar onderschat jezelf ook niet. Dus niet overschatten, niet onderschatten. Neem alle goede dingen over van je mede-collega-instructeurs. En vooral, blijf studeren. Blijf studeren in hetgeen waarvoor je bent opgeleid. En dat is synergetisch vakmanschap. De nieuwe trainers worden vanaf maandag 17 oktober ingezet. Hiermee gelooft het ministerie te hebben bijgedragen aan het garanderen van verder ontwikkelde onderofficieren.